Waar komt dit vliegtuig vandaan? Dagelijks HD. Welkom mensen bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie van alles bijbrengen over het verkeer in GTA 5. Ik heb onlangs mijn rijbewijs gehaald, dus ik dacht, nu ben ik sowieso een dikke expert in het verkeer. En nu ga ik het jullie ook leren. Want je moet goed opletten in het verkeer, want anders gaat het verkeerd. Het maakt niet uit of je bijvoorbeeld op een swag-scootertje zit, of dat je in een gepantserde gouden auto rijdt. Dat maakt helemaal niet uit, joh. Maar wat wel uit... Oh, sorry mevrouw. Maar wat wel uitmaakt is... Hey, een onzichtbare man laat mijn scooter ontploffen! Ja, dit pik ik niet. Ja, oké, we gaan door met de les. Kijk, in GTA zijn de regeltjes natuurlijk een klein beetje anders. We beginnen bij het stoplicht. Groen betekent doorrijden. Oranje betekent stoppen als je nog kunt stoppen. En rood betekent stoppen. Toch? Nee! Groen betekent gas erop. Oranje betekent nog meer gas erop voordat hij op rood springt. En rood betekent aan de kant, ik kom eraan. Ik moet er langs. Ja, dat zou je zeg maar ook kunnen uitleggen zonder te schreeuwen. Maar ja, als ik een beetje schreeuw, dan klinkt het eigenlijk wel leuker. Dus daarom schreeuw ik. Maar wat gebeurt er dan als je door rood rijdt en je wordt ook gepakt? Nou ja, in de meeste gevallen krijg je dan gewoon een boete van oom agent. Je weet wel, deze man bijvoorbeeld, die hier op de stoep loopt. Of je rijdt ook gewoon keihard kapot met de vrachtwagen, gaat er vandoor. Want wie gaat er nou een boete betalen? Juist, helemaal niemand. En je hebt een gratis geweer. Helemaal top. Oh ja, trouwens, weet je wat voor consequenties er nog meer hangen aan door rood rijden? Nou, dit. En dit, dames en heren, is niet de manier hoe je een stoep gebruikt. Deze meneer is totaal in de war. Valt ook wel een beetje aan zijn uiterlijk af te lezen. En ja, als we het dan toch over de stoep hebben, dan gaan we toch lekker verder met de stoep. De stoep. De stoep wordt voornamelijk gebruikt door voetgangers om zichzelf voor te bewegen. Of je ramt ze allemaal aan de kant omdat je zo dicht mogelijk bij de ingang van een winkel wil parkeren omdat je een luie hond bent. Waar natuurlijk helemaal niks mis mee is, want het is gewoon belangrijk. Wist u dat de rijbaan zeer multifunctioneel is? Nee, dat wist u nog niet. Nee. Dus daarom vertel ik het nu. Kijk, het is helemaal niet moeilijk. Dit is een zebrapad. Dit is de baan voor rechtdoor. Dit is de baan voor linksaf. En dit is de baan voor je vliegtuigen te crashen. Over asociaal parkeren, daar ga ik het zo meteen wel over hebben. Maar moet je kijken wat voor chaos dit creëert. Wat een gekke mensen. Maar moet je eens kijken hoe asociaal dit is. Kijk, je vleugel van je vliegtuig valt op de trambaan. Het is niet de juiste plaats voor een vleugel. Moet je kijken, deze tram. Oh mijn god, kijk. Dit gaat helemaal fout. Hij spaced, hij glitcht. Dit had voorkomen kunnen worden. Let daarom goed op tijdens verkeerslessen, jongens en meisjes, dames en heren. Het is belangrijk. En dan heb ik in deze video speciale aandacht voor bootbezitters. Laat je boot nooit alleen achter op de snelweg. Want dan heb je de kans dat er wordt bereden door een auto. Straks raakt je boot nog zwanger. Voed je boot goed op en laat hem het veilig doen. Dan weet je, straks heeft die boot aids en zo, weet je, dat wil je niet. By the way, what the fuck doe je met je boot op de snelweg? Gewoon what the fuck. Doe het niet. Kijk, hij staat wel op rood, maar... Oh nee, hij staat op groen. Hij staat op groen. Je hebt een probleem, meneer. En dan komen we meteen bij probleempje nummer 2. Als je dan illegaal geparkeerd staat op een snelweg met je boot, word je weggesleept. En dan wordt je boot weer lekker veilig in het water gedeponeerd in zijn natuurlijke habitat waar die thuis hoort. Want de boot hoort niet op een snelweg. Laat dat een wijze les zijn voor jullie. Ik hoef het eigenlijk niet te vertellen, maar ja, iedereen weet het. Iedereen die GTA Online speelt kan zo goed parkeren. Ik bedoel, je hebt gewoon parkeervakken en dan zet je je auto in, weet je, dat is logisch. En voor degenen die het niet kunnen, ik zal het 1 keer voordoen. Kijk, je zet hem zo neer. Hoppatee, heel makkelijk. Of niet? Nee, want ik lieg, want het gaat altijd zo. Ik ben een brandweerauto en dan rijd ik zo van... Oh, hé, er staat iemand op een parkeerplek, laat ik hem eraan beuken, hotse flots. Ja, en als dat nog niet genoeg was, dus schiet ik hem nog eens kapot. Ja, en dan, dan heb je de poppetjes aan het dansen. Jongens en meisjes, let goed op bij verkeersles en tot de volgende keer. Later. Hij wordt gek. Maar hoe gek wordt hij nu? Oh, heerlijk. Heerlijke worp. En als dan alles is gefaald, dan kan je altijd nog honkballen.